Waarom is chocolade volgens de wetenschap het allerlekkerste wat er is? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is een doos chocolaatjes. En die heb ik gisteren vers gekocht bij een chocolaterie in de cacaofabriek in Helmond, waar ik woon. Alsjeblieft. Die is voor jou. Wel delen, hè? Oké, goed zo. Chocolade is het meest gegeten snoepgoed ter wereld. Er wordt meer chocolade verkocht dan al het overige snoepgoed bij elkaar genomen. De gemiddelde Nederlander, jij bijvoorbeeld, hè? Jij eet om de week zo'n hele doos chocola leeg. In je eentje. Dat komt neer op zo'n 5-6 kilo chocolade per jaar. Dat is heel veel. Waarom eet jij zoveel chocola? Hè? Hey, waarom eten wij over het algemeen zoveel chocola? Dat is een stomme vraag. Want chocola is simpelweg lekker. Chocolade is het allerlekkerste wat er is. Maar waarom is dat zo? Waarom is de smaak van chocolade voor zoveel mensen zo verleidelijk? Dit is een tong. Dit is mijn tong en die heb ik een poosje geleden heb ik die blauw gekleurd. En mijn vrouw maakte toen van heel dichtbij een foto van mijn natte, naakte, blauwe tong. Maar de reden dat ik mijn tong blauw heb geverfd is dat je dan heel mooi mijn smaakpapillen kunt zien. Dat zijn die wat dikkere bultjes die niet zo hard blauw kleuren. Nou, die smaakpapillen, dat zijn bundeltjes van knopjes eigenlijk, van gespecialiseerde epiteelcellen, smaakcellen. En op die smaakcellen zitten verschillende receptoren waarmee we zoet, zout, zuur en bitter proeven. Die smaakcellen, die zitten niet alleen op de tong. Die zitten door de hele mond, de gehemelte, in de keel. En het is dan ook een mythe dat je uitsluitend met bepaalde delen van de tong bepaalde smaken kunt proeven. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld alleen met het puntje van je tong zoet kunt proeven. Dat is onzin. Je hebt niet eens een tong nodig. Begin 19e eeuw woonde een Franse intellectueel en vermaard gastronoom Jean-Antoine Briand-Savarin voor een poosje in ballingschap hier in Nederland. En in zijn latere boek, De Fysiologie van de Smaak, beschrijft hij hoe hij hier in Amsterdam een meneer ontmoette die helemaal geen tong meer had. Deze man was in Algerije betrokken geweest bij een gevangenisoproer en als straf was zijn tong afgesneden. Zomaar. Nee, niet zomaar. Als straf. Briand-Savarin had medelijden met die man, maar hij was tegelijkertijd geïntrigeerd. En hij vroeg aan die man, kun je eigenlijk nog wel iets proeven zo zonder tong? En die man die pakte een stukje papier en die schreef daarop in vloeiend Frans, pas de problème. He, eten was niet altijd gemakkelijk zonder tong en ook niet pijnloos. Maar het proeven van zoet, zout, zuur en bitter, dat ging gewoon nog prima. Dat is interessant, nietwaar? Toch is onze smaakzin maar een heel sneu zintuig. He, met onze ogen bijvoorbeeld kunnen we miljoenen verschillende kleuren zien. En met onze neus, met ons reukvermogen, kunnen we, althans volgens het laatste onderzoek, miljarden verschillende geuren waarnemen. Geur speelt een hele belangrijke rol in ons dagelijks leven. En ook bij onze smaakbeleving. Jaren geleden deed ik onderzoek bij mensen die helemaal niets meer kunnen ruiken. Mensen met anosmie, zo heet dat. En één proefpersoon vertelde me dat hij ooit bruut was overvallen. En daarbij had hij zo'n harde klap gekregen op zijn hoofd dat de zenuwverbindingen van het reukepiteel naar de hersenen waren afgescheurd. Hij kon niets meer ruiken en hij moest opnieuw leren eten. Mensen met anosmie hebben dikwijls het idee dat behalve het reukvermogen ze ook hun smaakzin zijn kwijtgeraakt, terwijl dat niet zo is. Het punt is, dat wat wij smaak noemen, is hoofdzakelijk geur. Dit is mijn hoofd. Van de zijkant.
en dan doorgesneden. En wat gebeurt er nu als ik een stukje chocola eet? Nou, dan ligt dat blokje chocola, dat ligt weg te smelten op mijn tong. En dan proef ik met mijn smaakcellen op de tong en in de rest van mijn mond, proef ik een zoete smaak, de zoete smaak van chocola. Maar daarnaast neem ik de geur van chocola waar. Geurmoleculen die warrelen naar achteren via een open verbinding naar boven naar het reukepiteel. En eigenlijk hebben we dus twee neuzen. Eén neus van voren om mee te snuffelen en een neus van binnen om mee te proeven. Ik ga nu eten. Want ik heb honger gekregen. Honger en chocola. Ik heb hier een stukje chocola, pure chocola. Wil je ook mee eten? Alsjeblieft. We gaan er eerst aan snuffelen. Dus ruik er maar eens goed aan. Hoe ruikt dat? Ruikt dat lekker? Het ruikt heel lekker. Hè? Dat ruikt heerlijk zoet. Het is pure chocola en die cacao, dat is heerlijk. Wat is er met cacao? Cacao is heel erg bitter. Heel erg bitter. En dat vinden we niet lekker. Bittere smaken vinden we van nature heel erg vies. En dat is ook precies de reden waarom we op een feestje niet gezellig een schaaltje spruitjes op tafel zetten. Hè? Tenminste, in Helmond doen we dat niet. Cacaobonen, cacao zelf, de grondstof van chocola, is dus ook bitter en moet lekkerder worden gemaakt. Sorry nogmaals. De conquistadores die namen de cacao vanuit Midden-Amerika terug naar het Spaanse Hof. En die lieten de koks daar een heleboel suiker toevoegen aan de chocolade. Door de zoete smaak van suiker dus te koppelen aan de smaak van cacao, aan het aroma van cacao, gaan we dat aroma allemaal lekkerder vinden. En dat effect trad dus voor het eerst op aan het Spaanse Hof. En van daaruit heeft de zoete chocolade de rest van de wereld veroverd. Nu is er op zich niet zoveel bijzonders aan cacao. Ik zelf deed onderzoek bij kleuters en die kleuters die liet ik groentepapjes proeven. Wortelpapje, een courgettepapje. En aan een van die papjes voegde ik suiker toe om het lekker zoet te maken. En dat zoete papje, ja, dat vonden de kleuters veel lekkerder. En dat is logisch. Maar na verloop van tijd, wanneer ik de suiker weer wegliet uit dat papje, bleven die kinderen dat specifieke groentepapje lekkerder vinden. Nu is er nog iets bijzonders aan suiker. Ja, suiker is lekker, want het smaakt zo lekker zoet. Maar het bevat ook een boel energie. 4 kilocalorieën per gram suiker. En dat is belangrijk. Want we leren heel snel smaken te herkennen die een signaal vormen voor energie, voor calorieën. Chocola is een enorme bron van energie. Er zit heel veel energie in. Energie door het vet van de cacaoboter en natuurlijk de toegevoegde suikers. Maar nogmaals, dat is een belangrijk gegeven, want door de energie gaan we die smaak van de chocolade ook steeds maar lekkerder vinden. Oké, Amerikaanse onderzoekers die lieten jonge kinderen verschillende smaken yoghurt proeven. Verschillende yoghurts moesten ze eten. En aan een van die smaken voegden ze stevast extra energie toe. Door er extra koolhydraten bij te voegen. Of extra eiwitten. Of extra vetten. En bij de uiteindelijke smakentest vroegen ze dan aan die jonge kinderen: Oké, geef nu eens aan, welke smaak yoghurt vind jij nu het allerlekkerst? En dan wijzen die jonge kinderen stevast het smaakje yoghurt aan dat voorheen nog was gekoppeld aan die extra energie. Of dat nou van de koolhydraten kwam, of de vetten of de eiwitten, dat maakt niet uit. Energie is simpelweg lekker. Dit calorie-effect verklaart heel mooi waarom we over het algemeen vette hap veel lekkerder vinden dan bijvoorbeeld groente en fruit. Maar dit calorie-effect zien we ook al terug binnen de categorie groente en fruit. In deze studie gaven kinderen aan veel liever calorierijke groente en fruit, zoals banaan en aardappel te eten, dan betrekkelijk caloriearme groente en fruit, zoals watermeloen of prei. Oké, er is nog een derde reden waarom chocolade zo bijzonder lekker is. In cacao zitten de methylxanthines, cafeïne en theobromine. En uit onderzoek weten we dat
als je een nieuwe, bijzondere smaak introduceert en je voegt daar een heleboel cafeïne aan toe, dan ga je die specifieke smaak heel snel heel veel lekkerder vinden. En precies zo'nzelfde effect wordt gevonden als je aan die smaak een hoeveelheid theobromine gelijk aan dat van een standaard chocoladereep toevoegt. Precies zo'nzelfde effect. Nou, waarom er bij theobromine en cafeïne er een positieve smaakverschuiving optreedt, hoe dat werkt, we hebben geen idee. Dat is een compleet raadsel. Maar het gebeurt. En dat verklaart niet alleen de populariteit van chocola, maar ook dat van bijvoorbeeld koffie, thee of cola. De voorliefde voor chocola, die is niet aangeboren, die is aangeleerd. Het is het resultaat van een leergeschiedenis. En dat betekent onder meer dat smaakverwachtingen ook onze smaakwaarneming kan kleuren of verstoren. Een voorbeeld. Onderzoekers tonen dat wanneer je aan water slechts de geur, het aroma van aardbeien of van karamel toevoegt, dan smaakt dat water plots veel zoeter. En onlangs werd er onderzoek uitgevoerd bij chefkoks in en rond Sydney. En ook professionele koks hebben last van dit geurmodulatie-effect, zo heet dat. Dus professionele koks hadden sterk het idee dat water veel zoeter smaakt met de geur van karamel. Terwijl het in feite dus niet zoeter is. Je meent te proeven wat je verwacht te proeven. Echter, wanneer de smaakverwachting en de smaaksensatie heel ver uit elkaar liggen, dan wordt de smaakbeleving iets gruwelijks. Zo lieten psychologen aan de University of Sussex hun proefpersonen ijs eten. En dat ijs dat was gemaakt naar een recept van de beroemde Britse chefkok Heston Blumenthal. Het was een recept voor zalmijs. Ijs, sorbetijs, gemaakt van gerookte zalm. Nou, de ene helft van de proefpersonen die kreeg van tevoren te horen: jullie krijgen ijs te proeven, en dat is bijzonder ijs, want het is bevroren zalmmoes. De andere helft van de proefpersonen die kreeg slechts te horen: jullie krijgen dadelijk ijs te proeven. Nou, die eerste groep proefpersonen die vonden het zalmijs best lekker. Maar de tweede groep proefpersonen die vonden het verschrikkelijk, die vonden het afschuwelijk, walgelijk. En natuurlijk, die zagen een mooi roze bolletje ijs en die verwachten een zoete, fruitige smaak. En dus niet een zoute, rokerige vissmaak. Dat is simpelweg smerig. Samengevat. Chocolade is het allerlekkerste wat er is. En dat komt omdat we de smaak van chocolade makkelijk leren te associëren met zoet, met energie en met zoiets als theobromine. Die associaties die leer je door te proberen, door vaak te proeven. En eigenlijk kun je alles wel lekker leren vinden door het maar vaak genoeg te proberen. Sommige dingen zoals spruitjes bijvoorbeeld, die moet je wel heel erg vaak proeven voordat je dat echt heel erg lekker gaat vinden. Maar hey, wie weet, hè? Spruitjes met chocoladesaus. Iemand? Niemand? Ja, iemand? Nou, jullie mogen dadelijk komen proberen. Willen jullie nu meer weten over het thema zintuigen? Kijk dan ook naar een van de andere colleges.